We are back at the main house. 3 minutes before midnight. So we hope Jan is available. Jan will go crazy hopefully, so we have some activity. Jan, was jij dat? Jan, kunt u een van de apparaten aanraken? Alsjeblieft. Het is een bokkerij, raak ze aan. Jan, kun je nog eens de lampjes laten afgaan? Of nog eens een rempot aanraken? Zet het er niet weer aan. Ja. Het is tijd om wakker te worden. Om wakker te blijven. Wakey wakey Jan. Let's go. Moeten we niet eentje precies op dat ene stuk zetten? Dat was de vorige keer ook zo op mijn meegekomen. Ja, zo tussen die deuren in. Maar ook wel weg. Kun je de antenne aanraken, Jan? We have something going on here. Stop maar. Oh, rood. Bent u dat, Jan? Is dat you, Jan? Wat is dat? Is dat onze? Dat is onze. Jan, kun je eens de rempot, de antenne vastpakken? Rood, gebeurt rood. Niet meer op de IMF-meters, maar echt de antenne. Is het middernacht? Ja. Precies middernacht. Het is nu 2:12. Alle IMF-meters zijn af. Alle IMF-meters altijd tegelijk. Dat is wel echt gaaf. Dank je. Was jij dat, Jan? Ja, dus. Ik denk dat Jan niet weer is, man. Oké. Kunt u een van de andere apparaten eens aanraken? Blijft leuk. Ik vind die rempot van hier echt geweldig. Ja, hij doet het wel echt goed, ja. Kunt u eens de antenne echt aanraken en de lampjes laten spelen? Op de antenne. Laat de antenne maar los. Ga weg van de rempot. Hesh, hesh. Kent u niet staan, hè? Oh ja. Hesh. Oké. En nu wil ik dat je deze doet bij de rempot. Nee, echt met je hand. Deze willen we horen. Ja, dat geluid kennen we al, jongen. Even iets anders. Dat kennen we ook al. Ik klink gewoon hier op de VK, dan wilt hij het gewoon. Ja. Rood, hier, blijf rood gaan, hè. Ja, nu. Ja, als ik mijn camera erop zet. Jan, kun je niet zo irritant zijn? Oh, die andere ook. Zo. Maar wel tegelijk, hè? Tegelijk. Hier, nog eens. Allemaal. Wat de hel. Yo!
Oeh, ja man. Ja man. Oké, dat was leuk. Zou je eens een teddybeer kunnen aanraken? U heeft al alle EMF-meters laten afgaan. Nog eens. Oh, nog een keer, kijk dan. Knuffeltje. Raak het knuffeltje aan. Beer. Beer. Ja, nee, dat was... Ja, dat was ik. Anka. Maar het is om te laten zien wat hij moet doen. Gewoon de beer even tikken. De beer was een bokkenrijder. Laat hem zweven. We willen weten wat u zou doen met een bokkenrijder. Als er nou zoveel tegelijk afgaan, jou kan niet overal zijn. Ik weet niet, trek maar mijn teddybeer op het hoofd. Dat moeten we ook niet doen. Zijn er niet bokkenrijders voor? Oh, dat was ook een aardig woord dat jullie dat zijn. Zijn jullie de bokkenrijders zelf? Bent u Jan? Want ik ben Jannik. Komt hij natuurlijk samen. Dat is gewoon Jan dus. Jan, aangenaam kennismaking. Je mag nu stoppen. Hij hield niet zelf een commando's op volgen, hè? Nee, ik zal het wel moeten. Of bent u misschien een van de onschuldige mensen die hier vermoord zijn? Nee, maar wat moet hij ook Jan heten, bijvoorbeeld? Hij heet wel Jan, zeg maar. Weet je hoeveel mensen Jan heten? Ja, daarom, dat bedoel ik. Ja. Nee. Eigenlijk kun je het zien als... Ja, zou de teddybeer daar niet zitten? Drie soorten categorieën kun je hier zien. Jan de moordenaar zelf. De bokkenrijders, wat eigenlijk ook moordenaars waren. Ja, en onschuldige mensen. Bien, rustig maar bier. Ja, zit die daar eens even voor de kant bij. Dus die gaat even de bier zetten. Nou, die hier ook weer Jan, zou je de beer kunnen aanraken en ligt naast de rempot? Weet al, die schattige teddybeer. Zo kan ik niet zo mooi. Is dat die van jullie? Dat is onze. Nee, die is van jullie. Die teddy maakt echt zo'n... Ja. Kunt u de teddybeer aan de roze beer aanraken? De rempot weet hoe dat je dat kan. Als je echt Jan bent, dan raak je de teddybeer aan. Zo kunnen we goed zien dat ze alle drie aangaan. Die rechter gaat heel hard thuis. Oh. En die teddybeer wordt echt niet afgegaan. Volgens mij haat die teddybeer. Vind die, het is te vrolijk voor mij, hè? Ja. Precies. Ja, is ze wel. Zo. Jan, zou je nog eens wat geluid kunnen maken? Er zijn genoeg sensoren hoe we jou kunnen horen. Zou ik graag een gesprek met jou willen vormen? Gaan ze weer, EMF's. En de dank je. We kunnen ja- en nee-spelletjes spelen. Als de EMF-meters afgaan, bedoelt u nee. Als u de rempot aanraakt, bedoelt u ja. Dat is een goed spel. Ja. Dat bent u de doorzaagd van dit pand? Nee, toch? Jij is rempelt. Ja, hij is rempelt. Ja, ze rempelt. Jij vindt het, hè? Ik vind het zo. Ik denk dat hij jij is. Kunt u de beer aanraken of lukt dat niet? Nee, de IMF-meters, ja, de rempelt. Ja, nee. Maar andersom. Rempelt is ja. De wijziging ging af, ja. De rempelt is ja, IMF is nee. Nee. Komt dat omdat u het niet wilt? Je mag ook het lichtjesding achterin. Ja. Als je
Hij communiceert wel echt goed. Ja, stop maar alsjeblieft. Kijk, ik vind dat lied niet zo leuk. Zeg je niet te hard, de vorige keer zijn we dat ook en vervolgens... Oh, stop maar, nee. Nee stoppen. Nee stoppen. Niet stoppen. Stop maar met de rempot aan te raken. Nee. Zeg nee. Stop. Ja. Nee. Nee. Nou ja, Jan is eigenwijs, hè, maar ik denk dat hij daar wel onbekend stond. Maar Jan, zou je echt de antenne eens kunnen aanraken, want zoveel kracht heeft u precies niet. Dat lijkt inderdaad op. Nee, ja wat nou nee? Oeh. Dubbel nee. Ja, ik zeg, Janiek, zeggen wij dubbel ja? Wij zeggen dubbel ja. Dubbel ja. Ja, schiet eens op man. Waar je of we zeggen wij vier keer ja. Dan raak ik een tiny beetje ook eens aan. Word eens boos. Nou, doe maar niet zo boos. Niet zo. Oh, dat was dat ding. Kan wel. En die lichtsensor, misschien moeten die daar nu zitten. Als hij die kant is, met die lichtsensor zo. De lichtsensor staat daar. Ah, die staat daar. Ja, op dat houten bedje. Okay. Jan, kunt u eens voorbij die lichtsensor lopen? Was dat die beer? Ja, hoort iemand dat? Dat was die beer. Nee, maar dat was echt een muis of zo. Dat was deze. Oh, oké. Okay. Ja, ik heb dat die beer af. Wat was dat? Ja, dat is die whisky. Dat is die whiskyfles. Kijk, dat is die beer. Hier. Ja, dat is die beer heeft echt het meest afgrijzende geluid, zeg maar. Kijk Jan, we willen gewoon dat je dit doet. Dat is niet wat je aan het doen. Niet zo moeilijk, dat is wel zo. Nee. Die rempot kun je ook aanraken. De keuze is reuze. Dat is echt lang niet meer gehoord. Nou Jan, de keuze is reuze. Zoals Wesley zei, hop, ga je gewoon. Ja, Jan, nou, ik ben er echt klaar mee te worden. Ja, wat nou nee? Zag je dat? Ondertussen giet hij in je hand ook even flink af. Ja, mooi. Hij staat naast je. Zal dat maar leuk. Hallo Jan. Hij ging weer af. Oh, daar gaat hij. Jan, we vinden het wel niet prettig dat je de rempot niet meer kunt aanraken. Ik ga die ghost apple dan. Ja, bij mij gaat die ook niet, Jan. Hier moet je filmen. Oh, daar gaat die ook aan. Ja, daar ook. Kom aan, Jan. Raak de rempot aan. Kom. Wees niet zo bang. Je hebt hier genoeg zonde gepleegd. Ik kan me misschien een dansje doen. Ja, dat is echt een dunje, hè. Gab, je mag nu wel weg bij mij, ik vind je een beetje irritant. Hij is hier al 2 minuten bezig. Nou, daar is hij weg, dankjewel. Kijk maar de rempot aan. Hup. Geen te begrijpen. Ja, met zijn naam genoemd, hè. Oh, dat is waar. Ben je boos? Nou, eerst even ja, stoppen. Kunt u zich laten zien via de ghost tube? Jeetje, gelijk man. Bent u boos, Jan? Nee. Kunnen wij u boos maken? Dat is een manier van boos. Als wij boos kunnen maken... Nee en ja, wat nou nee en ja? Ja was de rempel, ja, ik... nee is de... Ja, maar allebei ging 3 maal af. Ja, ik denk van wat wij doen, hè. Natuurlijk, onze handeling kan hem boos maken of niet boos maken. Hoe netjes wij met hem omgaan. Oh, ja. Okay, Als u de teddybeer aanraakt, zullen we u nooit boos maken. Ja, raak dan de teddybeer aan. Nee. Nee. Ja, wat nou nee? Vindt u de teddybeer voor kinderen? Voor kindjes? Ja. Ja.
Die hempel doet het wel goed. Ja, hier. Maar als trotse man zou je toch expres iets willen aanraken wat met kinderen te maken heeft, omdat u... Trotse man? Ja, trotse man. Hij vond ze trotse. Trots. U zou, want een trotse man wil zich eigen altijd voorplanten. Tenminste, in uw tijd wel. Dat was niet te merken aan zijn mondgebruiken. Daarom zie ik, daarom zeg ik tot zover. We willen eens een ander geluid snoren, Jan. Ja, we willen wat anders hoor. Doe maar een disco lichtje. Oké, okay, mag ik heel iets? Ik vind het wel een beetje saai worden van jou. Ja? Dat hij echt niet iets leuks doet. Ja, hij is er wel. Ja, dat weet ik nu. Hij mag nu even iets leuks doen. Nee, hij moet nog eens aan en uitzetten. Breda! Hey. Dat geluid wil ik horen. Ja. Ik heb een licht in mijn hand. Kijk Jan, dit is wat je moet doen. Voilà, meer vragen we niet. Raak gewoon de rempot aan. Of het beertje. Of het beertje, dat nee, heb nee, ik daar vond ze eigenlijk te goed voor, dat zei hij Jan. In ieder geval, dat raam is nu niet zo eng als de vorige keer. Ja, dat rare beest hoor je ook niet. Nee. Als ik gewoon geen wind en die gordijnen bewogen. Ja? Ja. Oeh. Ik vind dat beestje vooral hè. Dat creepy geluid. Ja, maar ik denk dat Jan weg is. Jan? Kom eens terug. Nee. Maar nee. Je bent er wel. Ja. Je bent er en je gaat bij ons ook blijven. We willen wat meer communiceren. Raak de rempel nog eens aan. We weten dat je er bent. Jan, kun je ons naar de kelder leiden? Je hebt daar geen meter in. Ik heb echt zo'n hakenpijs. Leuk. Oei oei. Bent u boos? Niet zo. Nee, niks. Dat is toch raar dat die dingen opgaan en dan als je dan zoiets... Niet raar. Bent u niet boos? Dat is misschien een hele eigenzinnige man. Dat was hij wel, ja. Ik ben dat verhaal gelezen. Ik wel. Ik vond het alles behalve plezant. Dat was een erg verhaal. U heeft u heel veel slechte dingen gedaan, hè? Mooi Jan, ik ga met Jan naar boven. Kom. Zullen we dat maar doen? Oké, okay, dus net de sensor gaat af. Dat betekent dat er K2's gaan ook af. Jan, gaan we samen naar boven? Wil jij voorwandelen? Wil jij richting de trappenhal wandelen? Loop dan voorbij de sensor. Kom. Nee. Ik voel me koud, man. Ja, het is koud, hè? Ja, het is echt niet warm, hè. Ja, het is raar koud. Het is de beklemmende koud. Oké, Jan, wij gaan samen naar boven. Zou u een van de apparaten kunnen aanraken, alsjeblieft? Could you please touch one of the devices? Is er iets gebeurd, dan wel echt puur dood. Net? Ging er af? Ja, de pot ging even af. Maar op welke manier? Van gewoon klein bruin lichtje of echt van alles ging af? Nee, gewoon zoals voorheen. Oké. Dat hij even geluid ging maken. Het
precies toen ik wegliep. Dat had ik ook daar. Ik ging naar die gang en toen een blauw lampje. Ik vind het heel even kunnen filmen op telefoon, maar op het moment dat ik vraag is, dat ik klik mee en antwoord meer. Dus. Zou Jan nog slapen? Jan, is het wel s'nachts? Ik lach. Ik heb niet smile erbij, dat ziet echt heel goed. Smile. Hoppa. Oh, dat is groen licht. Dat heb je niet vaak. Jan, ben je wakker? Nee. Rook eens in. Bent u een bokkenrijder? Bent u nog steeds Jan? Bent u hier een onschuldig slachtoffer dat is omgekomen? Die gaat u weten wat je wilt. Die was de kamer. Als je een schuldig iemand bent, zou je dan het roze teddybeertje in de kelder kunnen halen? Hij is wel even groen geweest net. Dat is wel. Staat het teddybeer er ook? Die heb ik in de kelder gezet. Ja. Oké. Okay. Ik was creepy doen. Ah ja, wauw. Op de grond hier gewoon. Oh, waar is Jan, kom je weer naar beneden? Hey Jan, Jan laat van je, hij wilt je erbij. Wel leuk dat hij eindelijk een keer niet alleen op blauw weet, maar ook op groen ging. Ja. Dat klopt. Die ding is aan het af, hè? Zou dat zou wel zijn. Echt lijf zijn. Zou je nog eens een van de apparaten kunnen aanraken? Gaan we allebei op? Ja. Gaan we allebei op? Allebei. Ja, maar een beetje van de teddybeer dat hij niet afging. Dat ik wel dat, ja. Leuk vond. Maar ja, ik kan niet alles hebben. Dat is lastig. Maar vinden ze teddybeer ook kinderachtig? Dat zei je ook, hè? Ja, dat is wel gelijk, dat zei je. Dat hadden wij ook, hoor. Toen we net die eerste rempot hadden, ging het de eerste twee hantings ging dat ding nooit af. En uiteindelijk verwacht je het dan niet meer. En opeens, man, hier was de eerste keer dat die in één keer af ging. Hier, beneden dan. Ja. Ja. En daar zit ook een pot. Dat lichtjesding vinden ze ook niet zo interessant. Nee. Ik vind die smileys echt zo fucked up, hè? Ja. Kun je werken? Jan, kun je de deur eens aanraken alsjeblieft? Jan, we vragen je een laatste keer. Schiet eens op, joh. Ik ben irritant toen gewoon dat ding af laten gaan. Heel het huis schudden, alles. Nou, dan. Of kunt u lawaai maken met iets anders? Iets in. Niet qua apparatuur, maar gewoon dat wij kunnen horen. Ik weet niet, een bonk. Ben je de EMF? EMF zijn de favorieten van jou? Ja, wel. Ik heb als gehoord als ze soms de piepjes zelf vervelend vinden. Ah, kan wel. Ja. Ik weet niet wie het is, maar. Daar heb ik een keer iemand over zeggen, dus. Nou, Jan, allerlaatste keer. Laat het ding nou even afgaan. Ik vind het even leuk dat je het hebt.
Oh nee, toch niet. Draag de tele weer aan. Hallo, hoeveel was hier wat in mijn noem? Ja, Jan, even gewoon. Let's go. Het is denk ik klaar. Deze hier, je kan. Deze installatie moet ik. Echt af wat het is. Jan die probeert irritant te doen, of? Ja. Jan is echt. Maatje maar een pestkool. Het is gewoon een pestwijk. Dan kan hij moorden, dus gaat hij naar Westen mee. Service in Europa, kundendienst. Ah, ze maken wel super aan de andere zijn hier. Nee, natuurlijk, wat anders. Nou jongens, ik vind het een beetje jammer van Jan. Dat hij niet. Ik vind het wel jammer van Jan. Meer zijn best heeft gedaan, laat ik het zo zeggen, op zijn aardigst. Ja. En het goed afsluiten met Jan. Dus Jan, als je zo bij sluit, even mooi met jou, dan zou jij ook even groot leuk afsluiten. Die komen allemaal morgen, maar. Morgen komen we terug, hè? Ja. Dat was een mooi afscheidscadeau. Ik hoop het. Jij het ook leuk? Ja! Ja, dankjewel Jan. Ja, de rempot was ja, dus ja. Ga je ons missen? Ga je ons volgen tot thuis? Nee? Als je hem volgt tot thuis, dan krijg je de hel. Dus, Ga je niet volgen tot thuis? Ja! Ga je wel volgen. Nee, hij zegt nee. Patrick van de Teddybeeld die is afgegaan. Ja, dat vind ik echt jammer. Dat had ik echt gewild. Ja, dat willen we ook nog steeds. Kom maar wel. Ja, kom op. Last time, Jan. You can do it. Misschien moeten we het zo doen, Jan. Oh, je mag het doen. Hoppa! Yes, sir, Jan. Oh, what the fuck? Oh, die veer en potten gaan af. Wie is dat pak die Ken? I think you pissed him off. Nee, dat is ook niet leuk vond. Oké, okay. Eén huis ging af, nu weer, en twee pots gingen af. Wat liefst doen we dat? Anker staat gelijk op. We gaan nog eens trappen. Kan je dat nog eens doen, Jan? Kom. Hoppa! Hop! Ja, goed! Perfect! Maar alles gaat... Kijk het gaan. Zijn er alle drie potten afgaan of? Ja. Twee potten en de EMS. Die beren, die flessen klinken net anders. Blijkbaar was Jan geen zuiper. Hou ik niet eens van de whisky. Ja, blijkt wel eens. Oh. Ik laat twee. Kom Jan, nog een keer. Oh, hij is maar nu is hij oranje, daarom was hij groen. Was welke stand is oranje? Het is groen en oranje dan blauw. Het zou mooi zijn als hij die teddybeer zou kunnen aanraken. Ja, dat is mijn denk hoor. Kijk maar. Dat was jij niet. Was jij dan niet? Nou pas. Je flikt mijn voet zo. Oké. Maar dat gaat ook niet wel, hè. Jan? Ga je... ons missen? Laat alles afgaan. Laat alles afgaan als je ons gaat missen. Zo niet raak de K2-meters, de IMF-meters. Of als het haar het voor mijn ogen zit, of ik zeg het straks met één lampje. Gaat het zo? Huh? Dus ga je het wel achter. Dat is de juli. Ja.
Als u de teddybeer aanraakt, dan betekent dat u per direct wilt dat we weggaan. Zo, we zien die beer gewoon voorbij vliegen. Die beer? Waarom gaat die beer niet af? Dat vraag ik mij gewoon. Wat u die beer niet wil? Dat ja, zei het maar dus. Vraag dat dan. Ja, maar ja, omdat ik wil dat hij dat doet. Ja. Hij heeft niks te willen in zijn eigen huis. Oei? Wat voor probleempje hier? Ja. Jan, je zou iets wel beter in verbouwingswerken aan beginnen, want de ruiten zijn kapot. Ja. Alles staat hier onder de stutting. Ja, mooi. Zo, alles. Bij de rempels. En die EMF ging ook allemaal. Ja, want dat was iets. Het ging in één keer zo, fssst, alsof er iets langs liep. Zo een voet, maar terug ook toch? Ja. Nee, het was zo. Tuk-tuk. Tuk-tuk. Gordijntjes moeten een beetje opgeknapt worden. Ja, hij vindt het niet leuk als je over zijn huis praat. Nee, precies. Ik wil nog iets zeggen over zijn huis. Ja, uw kelder is ingestort, Jan. Dat is pas een schande. Ja. Al die mensen die je daar als trofee dood hebt gemaakt. Trofee. Ja. Nou, vind ik niet kunnen aan Jan. Ik ben geen aardige man. Wat hij vastzit in zijn eigen huis, ja, het is gewoon boetedoening, hè? Oké, okay, die bokkenhuis, ja, dat kan ik je nog wel vergeven, want ja, er waren zelfmoordenaars, maar al die onschuldige mensen, kan wel niet. Ik vind ik dat we mogen zeggen wat we één voor één onze mening over Jan. Nee, mag niet. Dat mag niet, hè. Een pot gaat er gewoon. Eén voor één onze mening, ik zal het laatste doen. Nee, Anta, ga jij eerst? Ja, ja. Schrik dat nu nog eens. Ik denk niet dat hij wil dat je mening geeft. Zo, doe het, Jan. Als je niet wilt dat we het doen, dan raak je die teddybeer gewoon aan. Ja. Nee, dat is geen teddybeer. Ah, mijn mening is, ik snap dat van die bokkenreis, maar waarom zo gruwelijk? Er zijn toch ook aardige manieren om met iets om te gaan? De dood is zo definitief. Dat is waar. Ja, Jan, je had ook gewoon naar een psycholoog kunnen gaan. Ik denk niet dat hij een psycholoog was. Nee, Freud bestond toen nog niet. Dat was een oplossing. Dat was in de 19e eeuw uitgevonden. Ja. Ja. Het was wel een eeuw doodje. Ik vind je heel snel, Jan, al die onschuldige mensjes. Al de bokkenrijders na. Ja. Jij blijft mijn vriend, Jan. Jan en Jan blijven vrienden. Ja, nou Jan, je hoort het. Je kan gewoon mee met Jan. Ik weet niet of je mijn hand kunt vastmaken. Hey, wat is jouw mening, Jessen? Jan, je bent fucking vermoeid. Je bent vermoeiend. Je hebt de hele nacht hier gehouden en je hebt dat ding niet eens af laten gaan. Dus ja, dat zijn we gewend. Ja. Nu even iets leuks. Die teddybeer, jongen. Jan, teddybeer. Hier, dit ding. Hier. Dat. Laat hem al vallen voor je. Doe eens. Gaat hij wel aan? Ja. Oh ja. Alles is afgegaan. Oh! Is dat het beste? Ja, dat is die teddybeer. Ah. Is die afgegaan? Ja! Nou jongens! Hey! Hey! Ja. Ja. Dankjewel Jan! Toch nog mooi! Nou, toch nog mooi. Ja, ik ben trots op je Jan. Zo zie ik het. We zijn blij. Kan dat is jouw mening dan wel. Dat heb je net gezegd. Oh. Nee. Ik was toch niet dichtbij, dat maakt toch niet uit. Nee, maar uit zijn buik ligt hij contact voor me. Nee. Broer, ben jij niet blij of zo? Jawel, maar ik probeer hier iets achter te vinden. Oei. Oh. Jan is bezig. Jan houdt ook van een lichtshow. Jan... Anders doe je alle lichten nog eens uit. En dan de laatste. Ja, dat licht doe je zo nog eens uit, minister. Ja. Doet dat? Ja, deze nog. Leidt al uit. Deze niet gewoon boven zitten. Eerst in je koplamp. Oh, staat ze van mij? Ja. Oké. Waar zitten die teddybeer? Ja, kun je hier even alles aanraken?
Kan je hier verricht zitten? Dan zien we het lampje bewegen. Als ze een video doen. Vind je dit fijner, Jan? Waarschijnlijk had je ook zo'n donkere kelder. Nu kan je de discobol laten afgaan en hebben een klein feestje hier precies. Ik heb niet veel meer te zeggen dan, jongen, laat heel netjes gezegd die beer een keer opgaan. Nog een keertje. Hey, hallo. Maar het was zo random ineens, alles en die beer ging ook af. Ja. Dat is waar. En die beer is nog nooit afgegaan. Nee, dat is de eerste keer. En die whiskyfles is ook nog niet afgegaan. En vandaag ook? Ja, toch daarnet ook? Ja, ja, trouwens, je hebt gelijk. Die whiskyfles was daarboven een keertje afgegaan. Maar die beer is echt... Ik had nog nooit gehoord. Nou wel. Nou Jan, mijn mening over jou is gewoon, je bent een goede maat van mij. Even genoten, maar wat je hebt gedaan vroeger, dat kon echt niet. En ik denk dat je daar zo nu je straf afziet hier, om hier nog rond te dwalen, denk ik. Ja, succes ermee. Ik hoef hier niet te blijven, volgens mij jullie ook niet, toch? Kijk, ik had geen plan om dit huis te kopen. Nee, ja. Disco. Disco. Dat zijn wij toch niet, die disco dingen? Nou, het kan zijn dat wij dit misschien een beetje te dichtbij hebben. Ja, is gewoon als... Zullen we maar... Hé, zie je dat met de lichtjes? Wat is het? Dat is de mijne. Ze zijn echt zo... Het is echt feest hier, hè. Die teddybeer daarnet, dat was wel... Leuk. Kunt u nog eens een teddybeer aanraken, Jan? Nou, dat is echt... Ik kan niet van mijn telefoon, dat pakt hij niet. Pakt die GoPro dat eigenlijk? Er zit wel lichtjes, maar... Ik kan aan de hoop helder, hè? Voor de rest is het donker. Ik pak het met dingen, met Adobe. Dus ik kan het wel mooier. Een videocamera? Pakt die wel goed? Ik heb nu deze. Nog wel... Zal wel, denk ik? Je mobiel is redelijk. En die maar die kan geen donker pakken. Met een lichtje erbij natuurlijk. Mm-hmm. Zo. Zo. Ook leuk. Dat was blauw deze keer. Feestje. Maar toch willen wij die pop. Nog een keer, Jan. Ik denk dat we echt Jan boos een beetje aan het maken zijn. Ja, ik denk dat het tijd is om te gaan. Op tafel. Ze zeggen dat je een beetje moet oppassen uiteindelijk, hè? Nee, maar sorry, op zijn buik. Zijn buik. Die beer bijt, pas op. Nou Jan, ben je boos op ons? Nou, gelukkig. We zijn safe. Nou Jan, laat ze er even wat van je horen voor we gaan. Dank u wel. Dank je wel, Jan. Dat is die van jullie, hè? Ja, die van ons kan of je ook licht geven. Nou, die heeft ook licht gegeven, ja. Strak. Zullen we... Niet weer, hè? Ah, die geluiden van buiten. Ja, was dat net een geluid van buiten? Dat beest komt ook langzaam hier natuurlijk. Ah, nee, niet weer. Ik hoor het. Ik hoor het. Hey. Ik hoorde echt zo... Ja, dat dus. Ja? Ja, maar dat is een roekoe. Ja, weet je hoe erg dat is met dit erbij? Je hoort oeh. Ja, uiteindelijk... Uiteindelijk voel je gek hoor, kan ik je vertellen. Zullen we het licht weer aan doen? Het is... Uit. Was dat het beest? Dat was het beest, toch?
Ja. Oh, alles gaat hier al, joh. Wat is dat beestje? Ja. Jan is nu goed bezig. Jan! Mijn vriend! Oh, mijn vriend! Ik hoor gelijk, nu was er wel echt iets dichtbij. Ja, dat hadden wij de laatste keer dus ook, hè. Op een gegeven moment krijg je echt een angstgevoel. Nee, dat ging gek, hoor. Nee, maar wat, nu was er niet alleen Roekoe, hè. Nee, dat zei ik de hele tijd. Dat was de volgende keer ook daar. Gaan wij de volgende keer ook bij dat raam? Ik zeg het, Hux. Ik denk, doe de grote lamp maar aan. Jan, het is mooi geweest. Ik denk, wij gaan, denk je. Ja. Ik denk dat het mooi is als we nu gaan inpakken. Ja. Pak je rugzak. Is dat al? Oh, dat was die beer weer. Dat was die beer. Oh my god. Heel mooi geweest. Heel leuk met jullie. Zonder die kabel. Dat was met jou. Maar ook die rempel blijft afkomen. Waar is onze? Waar is onze? Ja, yeah, guys. So it was, it's a nut house. So we're done here. We're going home. Thank you a lot for watching. Please like and subscribe. And also, please show some support to our friends here. Thank you. We will see you. We wish you a beautiful day. And we will see you next time, everyone. Bye bye. Thank you for watching.